waar willen we naartoe? Wat is de strategie? Wat willen we bereiken? En hoe draagt deze dag bij aan het bereiken van die strategie? Dat vind ik super belangrijk. Zo, ik ben er klaar voor. Als je een gemiddeld mens of misschien wel een politicus op straat vraagt wat is ruimtevaart, dan gaat het over reizen naar Mars. En dat is ook geweldig. Dat is spannend. Maar wat wij bij TNO Ruimtevaart doen, dat gaat over veel meer maatschappelijke problemen oplossen. Het eerste gaat over het tegengaan van klimaatverandering en luchtverontreiniging. Het tweede gaat over het wetenschappers helpen begrijpen hoe het universum in elkaar zit. Het derde is het mogelijk maken van breedbandige, veilige satellietcommunicatie. En het vierde is stimuleren van economische groei in Nederland en Europa. Van alleen maar, ik noem dat glimmend aluminium de lucht inschieten, naar ons echt bezighouden met maatschappelijke vraagstukken. En dat vind ik echt belangrijk. En het andere, het stuk luchtvervuiling, dat is ook economisch nu heel belangrijk. We weten allemaal wat er gebeurt binnen het stikstofdebat. Dus als wij met ruimtevaart kunnen laten zien waar wel of niet stikstof vrijkomt en dus wat je daartegen kan doen, nou, dan is dat ook nog eens economisch superbelangrijk. Als je hier achter me kijkt, dan zie je LeoCat. Is het eerste model wat optisch satellieten met elkaar gaat verbinden. Als een soort spinnenweb over de aarde heen. En dit is de eerste die dat echt gaat doen. Je wil niet dat die data afgeluisterd wordt. En daarom moet dat veilig zijn. En dat is die optische lasercommunicatie. In die fotonen stop je een kwantumsleutel. Dat niemand die niet die kwantumsleutel heeft, dat kan afluisteren. Er komen straks duizenden satellieten in een baan om de aarde, waar allemaal dit soort optische terminals op moeten komen. En die moeten allemaal gemaakt worden. Dat is een geweldige economische kans voor de Nederlandse high-tech-industrie. Ik denk niet dat ik een typische TNO'er ben. De meeste TNO'ers die bij ons beginnen, beginnen in de inhoud. En ik heb dat niet gedaan. Ik ben in een meer commerciële rol begonnen bij TNO en daarna het management ingerold. Ik denk dat ik een goede manager ben, omdat ik me beperk tot hoofdlijnen, maar wel de informatie van de experts bij elkaar breng. Wij moeten ervoor zorgen dat onze ideeën, oplossingen echt top in de wereld zijn. Anders moeten wij ons er niet mee bezighouden. Ik ben best ambitieus geweest en dat heeft me denk ik ook gebracht waar ik nu ben. En ik denk ook niet dat ik klaar ben. Tijdens mijn studie heb ik veel tijd doorgebracht bij Orca, een roeivereniging, een studentenroeivereniging. Die club die wilde wereldkampioen worden, die wilde Olympische roeiers afleveren. Ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond, dat ik daar superveel energie van kreeg. Ik ben zelf natuurlijk veel te klein om heel goed te worden in roeien, dus ik kwam er al vrij vlot achter dat als ik iets goed wilde doen daar, dat ik roeiers moest gaan coachen. En het leuke daaraan, en dat lijkt ook heel erg op mijn werk in TNO, die jongens in dit geval, die willen ook de beste zijn. Dat zijn eigenlijk top-experts, maar dan op roeigebied. En het beste uit die mensen halen, dat vond ik heel leuk. En dat is eigenlijk wat ik nu ook in mijn werk bij TNO doe. Nou, per dag drink ik zo'n 5-6 koppen koffie, denk ik. Heerlijk. Wat ik goed kan is schakelen. En ik merk dat die koffie helpt om snel te kunnen schakelen. Van het ene gesprek naar het andere gesprek. Kopje koffie erbij en dan knal ik wel weer door. Ik krijg veel energie van mijn werk. En het belangrijkste is omdat ik het leuk vind. Ik geloof er ontzettend in dat je werk moet doen waar je plezier in hebt. En dat is bij mij gelukkig de afgelopen, nou, zolang als ik werk, altijd het geval geweest. En om mijn lijf en mijn hoofd fit te houden, doe ik aan triathlon. Dus ik zwem en ik fiets en ik loop. En ik merk dat dat me ontzettend helpt om rust in mijn hoofd te krijgen en mijn lijf fit te hebben. Het beste wat ik jou kan aanraden als student, ga vooral dingen naast je studie doen. Word lid van een vereniging. Ga sporten. En zorg dat je je daar breed sociaal ontwikkelt. Want daar heb je echt veel meer aan dan alleen maar studeren. Als je laat zien dat je ergens verantwoordelijkheid voor neemt en dat ook tot een goed einde brengt, dan krijg je bij ons echt een waanzinnige ruimte om eigenlijk te doen wat jij belangrijk vindt. Zo, en nu ben ik er wel weer klaar mee.